En koken is een feest, vooral met boys. Wat maak je menu? En daarom hebben we speciaal voor u varkensreepjes met sojasaus en lekkere witte rijst. En voor dit eenvoudige maar lekkere gerecht heb je de volgende ingrediënten nodig. Die gaan we op smaak maken met knoflook, peper en zout. Dan doen we daarbij de champignon roerbakgroenten. En we maken een heerlijke pittige sojasaus van soja en tabasco. En die binden we met maizena. Witte rijst erbij. Olijfolie, daar bakken we het in. Zoete perziken. Bij zo'n gerecht hoort een koel glas bier. De varkensreepjes. Die varkensreepjes die verdienen veel knoflook. Dus daarom heb ik 3 grote tenen knoflook. Die ga ik eerst even pletten, zo met de platte kant van het mes. Die ook nou mooi fijn hakken. Je kan natuurlijk een knoflookpers gebruiken. Maar het nadeel van zo'n knoflookpers is altijd, er blijft altijd weer knoflook in die pers zitten. En zo, goed even fijn hakken. Zo. Even in de schaal. Dan pakken we het vlees. Dan doen we er gewoon zo in één keer bij. Zout erop. Peper. Maak het maar lekker pittig. Dan doen we eventjes olie in de koekenpan. En bij dit gerecht is het heel belangrijk, 2 eetlepels, dat die olie echt heel erg heet is. Die moet echt gewoon bijna gaan walmen. Niet helemaal, maar bijna. Ondertussen kunnen we ook even de witte rijst koken. Dat heeft natuurlijk even tijd nodig. En kook de rijst gewoon volgens de aanwijzingen op de verpakking. En even roeren tot het weer kookt. We gaan het vlees even vermengen met die knoflook. Ondertussen lekker die olie goed heet laten worden. Dan pakken we even 1 stukje vlees en dan testen we eventjes of het wel echt heet genoeg is, die olie. Kijk, als dat sist, dan mag het erin. Belangrijk is ook dat het vlees niet te koud is, dus een beetje op kamertemperatuur. Dat schroeit het allermooiste. En nu eventjes mooi goudbruin bakken. Niet gelijk omschudden, eerst even de tijd geven om te schroeien. Zo, mooi knapperige varkensreepjes. Zet die eventjes omruilen. We gaan de saus maken. Soja in de pan. Zo. Dan gaan we het een beetje verdunnen met een beetje water. Anders zou het toch echt te zout worden. Dus half soja, half water. Dan gaan we een paar druppeltjes tabasco erin. Dan mag je naar eigen smaak erbij doen. De ene vindt pittig erg lekker. De ander zegt, nou, zo is het ook goed. Dan doen we erin een beetje sap van onze perziken. Want die gaan we straks er ook bij serveren. Dus een klein scheutje van die perziksap. Dan de maizena. Want daar gaan we de saus mee binden. Zo. Dan komt daar een eetlepel. 2 eetlepel maizena bij. En een beetje glad roeren. Zo. En nu even wachten tot de sojasaus kookt. Kijk, nou kookt die sojasaus. En nu gaan we die binden met een klein straaltje. Dus goed koken. En dan een klein straaltje erbij. En steeds roeren. En beetje bij beetje. Niet te veel erin, want anders wordt het te dik. Zo. Mooi glad gebonden. Nu gaan we even proeven. Voor de finishing touch een beetje gemberstroop. Dat is lekker. Gemberstroop. Even kijken. Nog even proeven. Dat is het. Saus warm houden. En dan gaan we de groente roerbakken. Hete wokpan. Een klein beetje olie in de wokpan.
altijd wachten tot het heet is. Even een testje weer. Kijk, die is goed heet, dan mag alles erin. Om en om. Kort roerbakken. Die groenten moeten lekker knapperig zijn. Dan pakken we de varkensreepjes en die gaan er in één keer bij. Zo. Omhusselen. Het grote voordeel is, als je al die dingetjes apart in een roerbak, hou je het mooi knapperig en lekker fris. We hebben de groenten en de vlees hebben we klaar. We gaan het gerecht afmaken. Ik heb een mooi koffiekopje gebruikt om de rijst in te doen. Dan hou je een mooie vorm over. Voorverwarmde borden gebruiken. Eén tikje. Kijk, dan heb je een mooi strak bultje met rijst. Dan heb ik hier die heerlijke mix van groenten samen met de varkensreepjes. Die leggen we er zo voor. Dan komen we met de perzik. Die heb ik even in partjes gesneden. Die leggen we zo mooi in een waaiertje bovenop dat vlees. Dan komen we met die sojasaus. En die gieten we er zo mooi over het vlees en een beetje ervoor. Ja, ook deze week weer een pittige culinaire verrassing bij Poison. Wat maak je menu? De varkensreepjes met de roerbak champignon groenten. Mooie zoete perzik erbij. En die hartige sojasaus. En daar drinken we bij een koel glas bier. En dat is lekker eten.